Emmen thuis in de witte tenues tegen Sparta dat aantreedt in het Rotterdams groen. De nummer 11 tegen de nummer 6 van de Jupiler League. En die krachtsverhouding lijkt in het begin ook heel duidelijk te zijn. Dit is na 5 minuten spelen Joey Godet. Prachtig gedaan. En dan staat het heel snel 1-0 voor de bezoekers uit Spangen. Met Ricky van den Berg dus ook weer in de basis. Maar Sparta verzuimt door te zetten. Het laat af en toe Emmen komen. Emmen krijgt kansen. Emmen maakt doelpunten. Eldridge Royer, 20 minuten gespeeld. En dan is het 1-1 met dank aan Jeffrey de Visser, de man van de assist. Het is vitamine voetbal voor de Drentse ploeg. Die doorgaat na die 1-1 op zoek naar meer. En meer, dat krijgt het ook. Kijk eens wat er hier gebeurt. Weer staat hij vrij. En weer maakt hij hem. Eldridge Royer, 32 minuten gespeeld. En dan is het 2-1. In de rust zien we Carlos Delgado. Wie zult u zeggen? Nou, de Spanjaard. Die Sparta heeft aangetrokken, de 20-jarige centrale verdediger, gaat nu voor de ploeg uit Rotterdam spelen. Dan wordt het onvriendelijk in het veld. Heel onvriendelijk. Maar Dennis Hichler, de scheidsrechter, houdt het overzicht en weet dan dat hij Joshua John met rood van het veld moet sturen. Maar hij moet nog iemand met rood van het veld sturen. Ruudje Kras namelijk na deze overtreding. En de scheidsrechter schroomt niet om Sparta de wedstrijd te laten eindigen met 9 man. Ook dat nog eens een keer. Emmen wint dus van Sparta met 2-1.